Voor onze laatste aflevering over gezondheid gaan we het hebben over balans. Ja, want hoe kun je nou geestelijk en lichamelijk met jezelf in balans komen? En is dit echt zo zweverig als veel mensen denken? Dat gaan wij uitzoeken, want wij gaan op bezoek bij een acupuncturiste en we gaan een lesje yoga meedoen. Dit is Enschede leeft. We staan hier nu voor de deur van Bodywise, want straks gaan wij 2 lesjes yoga volgen. Ja, dat klopt, want we hebben eerst een lesje yoga van Wilma. En daarna gaan we nog een lesje yogaswing meedoen van Suzanne. Dit is Wilma. Ze is 34 jaar en doet al meer dan 10 jaar aan yoga. Door yoga komt ze in contact met haar leven en met haar lijf. Ze ontdekte wat haar gezond, fit en gelukkig maakte. En dit deelt ze graag met andere mensen. Daarom geeft ze nu ook les. Nou Wilma, we staan hier bij Bodywise en steeds meer mensen doen aan yoga. Waarom zou iedereen aan yoga moeten doen? Waarom zou iedereen aan yoga moeten doen? Ja, het is gewoon echt een heerlijke beweging om meer in je lijf te komen. Om meer rust, ontspanning in je lijf te voelen. En ja, dat is eigenlijk met deze maatschappij gaat alles zo snel. Het is eigenlijk gewoon de perfecte tegenhanger om weer rust meer in jezelf te vinden. Rust te brengen in je lijf. Zowel in je lijf als in je hoofd. En dat neem je ook mee, niet alleen hier tijdens de les, maar ook gewoon echt in je dagelijks leven. Want je hebt het altijd over je lijf. Wat doet het nou precies met je lijf dan? Is het vergelijken met een gewone sport? Nee, voor mij niet. Want met sporten gaat het toch heel vaak om het doen en ben je eigenlijk helemaal niet met lichaam en geest bezig. En hier gaat het voor mij juist heel erg om dat je door de ademhaling kom je juist heel erg met je lijf weer in contact, met je geest meer in je... Of ja, body-mind wordt eigenlijk meer in balans gebracht. Oké, en is het ook voor iedereen, want iedereen is anders, ook een andere vorm van yoga dat bij iedereen past? Er zijn inderdaad heel veel vormen van yoga en het is inderdaad zeker dat niet elke vorm van yoga is voor iedereen. Hier geven we verschillende soorten vormen op verschillende leraressen die je les geven. Dus je kunt hier heel mooi je eigen les pakken, je eigen lerares pakken die heel goed bij je past. Maar yoga, dat wordt eigenlijk nog steeds een beetje als zweverig gezien. Sommige mensen zijn een beetje sceptisch over. Is dat wel ook echt zo? Is het ook echt zweverig? Of? Nee, volgens mij is dat echt iets wat van de jaren 60, 70 vanuit het hippie-tijdperk is blijven hangen. Want we zitten echt niet met geitenwolle sokken op de mat. En ik denk dat het, voor mij heeft het echt helemaal niks zweverigs. Mensen zijn soms nog wel bang van, oh, maar ik ben niet zo lenig. En is dat ook een drempel? Misschien voor sommigen wel, maar ik denk het is echt toch het ervaren. Het is niet iets wat je aan mensen echt kunt vertellen of uitleggen voor de tijd. Maar het is wel echt als mensen het eenmaal ervaren. En je hoeft helemaal niet flexibel te zijn om aan yoga te doen. Het is iets wat er uiteindelijk gewoon doorkomt. Nou, als we eens gaan kijken hoe flexibel wij nog zijn dan. Ja, laten we dat maar eens proberen. is Suzanne. Ze is 46 jaar en geeft inmiddels al 15 jaar les. Het allerleukste hieraan vindt ze het genieten van bewegen. Puur omdat het leuk is en niet omdat het moet. Zo, we hebben net een lesje yoga meegedaan, maar hierna gaan we nog yogaswing doen. Maar wat maakt dat nou eigenlijk zo bijzonder? Yogaswing, wat maakt het bijzonder? Ja, voor mij is het meer wat maakt het zo leuk, want het is echt heel leuk om te doen. En het voelt niet als trainen en het traint toch ontzettend je lichaam. Het traint je houdingsspieren, het traint je balans en het brengt je uit de comfortzone. En als je zeg maar over je grenzen heen gaat, dan voelt dat heel bevrijdend. En na die tijd voel je altijd blij, blij van de les. Dus ja, dat maakt het voor mij heel bijzonder. Oké, en wat doe je dan zoal in een les? Kun je een voorbeeld geven? Ja, zeg maar het allerlekkerste zijn de omgekeerde houdingen. De hangmat helpt je eigenlijk je wervelkolom nog meer openrekken. En voor mensen met rugklachten is dit fantastisch. En die kopen er vaak ook één en die hangen er thuis neer. En aan het eind van de dag lekker omgekeerd hangen. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n hangmat voor mensen ook wel eens een drempel is. Een beetje angst opwekt, dat je eruit valt of iets. Zie je dat nog veel? Ja. En dus we bouwden het eigenlijk rustig op. Maar het hele idee is toch dat je angst tegenkomt en overwint. Dus ik hoop wel dat mensen een beetje naar de les toe komen en dat gevoel weer in hun lijf krijgen van ik kan zoveel meer dan dat ik dacht dat ik kon. Oké, dus het is ook wel echt voor alle leeftijden? Alle leeftijden. We hebben een lid van 75 en de jongste is denk ik 12. Ja, dan de kinderyoga niet meegerekend, die zijn jonger natuurlijk. Zo, en dat was dan de yoga. Tijd voor iets nieuws. Daarom staan we hier bij het Centrum voor de Alternatieve Geneeskunde en hebben we straks een behandeling acupunctuur. Jolanda gaat er ons alles over vertellen. Dit is Jolanda. Ze is 47 jaar en wist al vanaf haar 14e dat ze acupuncturiste wilde worden. Sinds kort heeft ze ook het Centrum Alternatieve Geneeskunde geopend hier in Enschede. Acupunctuur, wat is dat nou precies? Acupunctuur is een hele oude geneeswijze die al 4.500 à 5.000 jaar geleden in China is ontstaan. En die harmoniseert eigenlijk de balans in het lichaam door het aanprikken van acupunctuurpunten in de meridianen. En wat voor soort mensen komen hier dan? Allerlei soorten mensen, van klein babytjes, van een paar dagen oud zelfs. En ook hele oude mensen die heel veel last hebben van slijtage, waar ik soms toch nog iets aan de pijn kan doen. Maar ook heel veel jongeren, mensen die slecht in hun vel zitten, de ziekte van vijven. Kun je heel goed helpen met acupunctuur. Dus eigenlijk allerlei soorten mensen met allerlei soorten klachten. Ja, want we hadden ook een kijkersvraag en, van Laura en we hoorden van, ja, is het dan alleen lichamelijk of ook geestelijk? Ja, ook geestelijk. Dus allebei. Want zo'n behandeling, hoe gaat het precies in zijn werk? Nou, als je voor de eerste keer bij mij komt, dan krijg je eerst een vraaggesprek. He, je komt natuurlijk met een klacht of met een vraag. En die ga ik eerst heel uitgebreid bevragen, zodat ik precies weet wat jullie vraag is. En dan ga ik allerlei gezondheidsvragen aan jullie stellen. Zo van, het gaat over de ontlasting tot en met de menstruatiecyclus. En daar haal ik eigenlijk heel veel informatie uit over welke energieën bij jullie niet zo goed werken. En welke meridiaansystemen een beetje uit balans zijn. En aan de hand daarvan maak ik persoonlijk dan een schema van de geboorte-energie. En dat geeft mij informatie over welke punten ik wel mag prikken bij jullie, welke ik beter niet kan prikken bij jullie en welke ik juist heel goed kan prikken bij jullie, om jullie weer in balans te brengen. Hoe voelen mensen zich dan meestal na afloop? Nou, als mensen met heel veel spanningsklachten komen, dan dat kun je eigenlijk direct merken. Dan zijn ze nou echt zo van, nou jeetje, wat heb je dan in die naaldjes gedaan? Weet je, heb jij een medicijn in gedaan? Want ik voel me zo anders. Is iemand nou heel erg moe, dan zijn ze niet gelijk na één behandeling weer helemaal topfit. Wil wel eens voorkomen, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Maar acupunctuur, moet je er ook echt in geloven dan? Want je hoort mensen wel een beetje sceptisch over zijn van, ja, werkt het nou wel echt? Ja, dat snap ik. Daar kan ik hele leuke voorbeelden van doen. Als je een hond behandelt, want je kunt ook dieren behandelen. Dat doe ik niet zo heel vaak, maar heel soms. Als je een hond behandelt, die begint na een halve minuut, een minuut, begint hij te smakken. En als je dat na 2 keer, moet je de naaldjes eruit halen. Maar dan schijnt er iets te ontstaan in de mond. Een beetje een soort ijzersmaakje krijgt hij. En daar reageert hij op. En dat is voor ons een teken van, nou, na 2 keer dat gesmak, dan is de behandeling klaar. Wat grappig. Ja, dat is heel apart. En die kunnen niet liegen. Die kunnen er niet in geloven. En doen die naaldjes dan ook echt pijn? Dat is natuurlijk wat iedereen wil weten. Ja. Nou, weet je, je hebt bepaalde insteektechnieken. Je kunt naaldjes daarin steken en dat doe je dan gewoon alleen maar met de hand. Weet je, dan moet je vrij snel en heel goed kunnen prikken. Ik heb dat eigenlijk mezelf nooit aangeleerd, want je hebt ook buisjes. En die buisjes zet je op het plekje waar ik moet prikken. En dat buisje is net iets korter dan het naaldje. En die sla ik er heel snel in en dat valt wel mee. Daar voel je eigenlijk niks van. Maar daarna ga ik de qi opzoeken. Ja, en dat geeft wel een beetje een rare sensatie. Een beetje een zenuwpijngevoel. Ja. Of een zenuwtrekje gevoel. Je hebt je allemaal wel eens gestoten hier. Ja. Nou, ja, dat is veel erger. Maar iets in die aard is het misschien een beetje. Nou, ik ben er zeer benieuwd geworden. Ja, ja, is goed. Ik denk dat weten. Maar ga ik proberen dan. Spannend. Ja. Ik laat jou eerst even een grafiek zien van waaruit ik altijd werk. Ja. Jij bent van 1994. Dan zie ik dat je hier galblaas in aarde bent. Dat is een stam. Dus hier zet ik dan wat in, want dit is de aarde. Ja. En jouw tak is hartconstrictor. Die heb ik hier neergezet. Nou, dan volgt er een hele berekening. Dan kom ik erachter dat jij heel veel in aarde hebt staan. En dat betekent eigenlijk dat jij een heel aardig meisje bent. Of een hele aardige vrouw. Oh, ja, dat klopt ook wel. Nou, ga ik jouw pols voelen. Kijk, en dan voel ik op 3 posities. Op 3 dieptes. En dat geeft mij toch weer informatie over jou. Maar ik merk dat je een beetje gespannen bent. Ja, die was te dikker. Dat klopt. Nou meid, ik ga nou een naaldje zetten. Ik ga eerst even voelen. Nou, ik zet het naaldje erop. Hij zit er al in. Ga ik even naar een ander puntje. Komt-ie, hij zit er al in. Zeg maar stop als je het weer voelt. Weer het rare. O ja. Raar, hè? Nou, laat hem maar lekker zo liggen. Nou, en dan mag je 21 minuutjes zo blijven liggen. Ja. Nou, dan gaan we met jou aan de gang. Nou, dit is de geboorte-energie die ik voor jou heb uitgerekend. Je hebt eigenlijk overal wel iets in staan, dat zie je wel. Eigenlijk heb je de energie wel redelijk goed verdeeld. Jij bent wel aardig. Je bent ook wel een vrolijk meisje, een vurig meisje. Je kunt ook wel beslissingen nemen, maar ook niet dat je daar heel veel moeite mee hebt. Volgens mij ben je wel redelijk in balans. Op deze positie voel ik de hart- en de dunne darmenergie. Pakken we hier de helft van de helft. Even hier voelen. Pakken we twee duimen naar de buitenkant. Komt-ie. Kijk, ik meet dus echt via de helft van de helft van de helft, omdat de Chinezen die rekenen in maten, dat noemen ze kunnen. En een tsun, een kun, is 1 duimbreedte dik. Nou, heb ik nog een vraag aan jullie. Hoe hebben jullie het ervaren? Bijzonder. Ja, ik vond het heel gaaf hoe je kan weten al die informatie door alleen je pols te voelen en de hele stamboom erbij. Dat vond ik heel leuk. Ja. Maar de behandeling zelf is wel heel spannend. Ja, dat vond ik een beetje raar. Ja. Maar achteraf voelt het eigenlijk allemaal rustig mee. En jij? Ja, ook rustig. Ja. Het viel, ja, ik had verwacht van, oh, je weet niet wat je kunt verwachten zeg maar, van de naaldjes, maar het valt echt heel erg mee. Wij zijn weer in balans, maar Enschede dan? Dat gaan wij aan ze vragen. Bent u een beetje in balans met uw lichaam en met uw geest? Ik wel hoor, ja. Doet u daar nog iets speciaals aan? Ja, ik doe fitness en verder doe ik ook nog yoga. Is yoga speciaal voor u? Ja, zeker. Yoga is heel speciaal om jou, zeker je lichaam in balans te houden. Doet het geestelijk ook iets met u dan, de yoga? Ja. Of is het puur lichamelijk? Nee, ook geestelijk. Ja, je bent de hele dag bezig en dan ben je een beetje uit de balans en dan neem je je tijd voor yoga en dat brengt jou weer in balans. Lichamelijk en geestelijk samen in balans? Ja, vind ik eigenlijk wel, ja. Ja. Ik heb geen problemen op dat vlak. Maar doet u ook echt moeite ervoor om dat in balans te houden? Een beetje opgeruimd humeur en een positieve instelling, kom je al een heel eind. Ja toch? Dat negatief denken hebben we allemaal niks aan. Ik heel goed zelfs. En ik ben druk met sporten bezig, dus en met uitslaan. Nieuwe kleren gekocht, dat is hard nodig. Of je een beetje geestelijk en lichamelijk met jezelf in balans bent? Nee, niet. Ik hoop dat wel weer te worden, maar vooral lichamelijk, hè? Ja. En waarom dan niet? Ik wil wel graag wat lichter zijn, dus we zijn op dieet. Ja, je moet wat, hè? Is dat heel belangrijk voor jou in het leven? Nou, niet belangrijk in de zin van hoe ik eruit zie, maar wel dat ik wat gezonder ben. Wat vind je bijvoorbeeld van yoga? Oh, verschrikkelijk. Nee, dat is niet mijn ding, nee. Bent u geestelijk en lichamelijk in balans? Nee, denk ik wel, ja. Ja, en doet u daar nog iets speciaals aan? Nou, gewoon met het dagleven en sporten en van alles, ja. Maar doet u nog wel iets om geestelijk extra in balans te zijn? Mediteren, doe ik dagelijks. Wat geeft u dat? Rust in mezelf. Ja. Zorg dat je bij jezelf blijft. Op bezoek geweest bij Jolanda en we hebben dus een lesje yoga gevolgd bij Bodywise. Nou, het waren echt hele leuke lessen. Vooral de yogaswing vond ik echt super vernieuwend. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond de yoga veel intensiever dan ik eigenlijk had verwacht. En de acupunctuur was eigenlijk wel heel erg eng. Maar ik vond het wel heel knap om zelf dat ik het toch gedaan heb en te rust ben gekomen. Maar dit was dan ook voorlopig de laatste aflevering van Enschede Leeft. Heeft u zelf nog ideeën voor nieuwe thema's van nieuwe afleveringen? Laat ons weten. Stuur een berichtje op Facebook of mail even naar enschedeleeft@gmail.com. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.